Boas, we moeten nog vloggen, hè, vriend? Natuurlijk! Nou, dat gaan we ook direct doen. Ik was net met de winkel even aan het schoonmaken, want met het mooie weer moet het er uiteraard weer spik en span uitzien. Maar we gaan uiteraard weer een dakpijltje behandelen deze keer. En dat is voor deze keer de Bulls Shark Pro pijl. En dan is het de hoogste tijd om de Bulls Shark Pro pijlen uit het doosje te halen en van dichterbij te bekijken. De Bulls Shark Pro is een van Bulls Nederlandse verkooptoppers. En is ook de pijl waar Raymond van Barneveld in 2007 wereldkampioen mee is geworden. De Bulls Shark Pro pijl is een pijl waar heel veel mensen mee overweg kunnen. En dat komt eigenlijk door en de recht toe recht aan vorm met een rond aflopende neus en de grip die over de hele barrel zit. Het is een hele aangename grip, die is iets grover. Dat komt door de zogeheten haaientandjes, de zogeheten shark grip. Dus het is een grip waar heel veel mensen mee kunnen spelen. Ik ga er nu een andere shaft of flight op zetten. Een medium shaft van Target en een Robson Plus flight. En dan gaan we ze even uittesten op onze testbaan. Zo, daar gaan we dan met de Bulls Shark Pro pijlen in 21 gram. Heb ik ze hier zo. Ze zijn verkrijgbaar van 1 tot en met 26 gram. Ik merk nu al bij mijn eerste beurten dat het een pijltje is met een heel stevige grip. Het blijft lang aan je vingers plakken als je de pijl naar het bord gooit. Maar het is wel een heel fijn pijltje. Hij is lang. Hij loopt bij de neus loopt hij mooi rond af. Dus daar kan je ook nog je voorste vinger op leggen. Nou, en zoals ik net in de intro al aanhaalde, dit is natuurlijk een pijl waar Raymond van Barneveld wereldkampioen mee is geworden tijdens een spetterende WK-finale tegen Phil Taylor. Dan zijn we bij de conclusie aangekomen van de Bulls Shark Pro pijl, in dit geval een 21 gram. Het is een pijltje met een hele fijne grip, dus iets wat grover zeg maar. Dus het blijft bij mij in ieder geval iets te lang aan mijn handen plakken. Maar in principe is dit een ideale pijl voor iemand die wat zachtere handen heeft en dus meer grip nodig heeft. Deze pijl valt uiteraard uit te proberen bij ons in de winkel, Kleine Woerdlaan 19 in Naaldwijk. En je kan hem uiteraard ook bestellen op www.dumpwarehouse.nl. De volgende keer zijn we weer met een gloednieuwe vlog. Vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven en te delen. En dan zien wij je de volgende keer.